De NPO ligt onder vuur. En met het oog op de komende bezuinigingen is het nu tijd voor een harde analyse. Hoe goed zijn onze programma's nou eigenlijk? En moeten ze blijven of verdwijnen? Je gaat het zien in Kijken, Kijken, Niet Kijken. Met vandaag... Opsporing Verzocht. Een hele hartelijke welkom bij Kijken, Kijken, Niet Kijken. Vandaag gaan we het hebben over Opsporing Verzocht. Om te beginnen de titel, Opsporing Verzocht. Verzocht, verzocht, verzocht. Hoezo verzocht? Dat is toch veel te beleefd? Mag ik u verzoeken? Dat is veel te beleefd, veel te vrijblijvend. Waarom niet Opsporing Verplicht? Zou veel beter zijn. Het programma. Een van de grootste positieve kanten van het programma is natuurlijk dat het een heel nuttig programma is. Misschien wel het meest nuttige programma van de hele Nederlandse publieke omroep. Met behulp van het publiek, boeven en ander tuig in een smerige kraag vatten. Ook dit programma is weer gejat. Ditmaal van de Duitsers. Er wordt trouwens wel heel veel gejat bij de NPO. En die kleding des Täters, sondern auch sein Gesicht, denn wir haben ein Phantombild. Bij Opsporing Verzocht worden vaak compositietekeningen vertoond. Deze worden gemaakt door mensen die wel kunstacademie hebben gedaan, maar daarna geen idee hadden wat ze moesten maken. En toen kwamen ze bij Opsporing Verzocht terecht. Na iedere aflevering van Opsporing Verzocht regent het klachten bij het meldpunt discriminatie. Hoe zou dat nou komen? We gaan nog een keertje naar de daders kijken. De tasjesdieven waren twee mannen van zo tussen de 20 en 25 jaar. Met alle twee kort donker haar en een Noord-Afrikaanse uiterlijk. Licht getinte man met kort donker haar. Donker getinte jonge man. Ook hij was licht getint. Is vermoedelijk een Marokkaanse jonge man. Hij heeft een Marokkaans uiterlijk en die man had een goudkleurige tand. En degene die praatte, die had een alibi-accent. Achter het presentatieteam zit een belteam klaar. Al voor het programma begonnen is, zitten ze al druk te bellen. Best vreemd. Goedenavond en wat goed dat u er bent. We gaan vanavond samen alle puzzelstukjes van de politie bij elkaar leggen. Denk dus mee en los misdrijven. We zijn er live. Bij de tiplijn wachten we op uw informatie over onder andere een moord en de vermissing van een jonge vrouw. De presentatie. De presentatie van Opsporing Verzocht is in handen van Annika van Santen en Frits Sissing. Annika van Santen is gewoon een super lekkere milf. En Frits, ja, wat moet je daarover zeggen? Hij kan in ieder geval die Pleuris musicals van Joop van den Ende prima aankondigen. Het wordt groter dan groots vanavond. En het kost ons dan ook geen enkele moeite om alle musicalsterren van Nederland vanavond hier naartoe te halen. Het eindoordeel. En dan is het nu tijd voor het eindoordeel. Het belangrijkste onderdeel van Kijken, Kijken, Niet Kijken. Opsporing Verzocht. Gaan we kijken, kijken of niet kijken? Kijken natuurlijk. Dat is nog wel het minste wat je kan doen voor een veiligere samenleving. Bedankt voor het kijken.